Oh, dat is die wel door, hè? Sorry, dan zit er op straat te vullen. Misschien op zich niet wel. Ik zal wezen dat het wel geval is, maar ik moet het wel in.
Zo. Zal ik een foto maken voor jullie? Ik zal dadelijk een foto maken hoe het eruit ziet. En dan is het klaar. Zoals jullie kunnen zien, de saus is al klaar. De macaroni zit daarin, dus dan moeten we even op wachten. Intussen ga ik ze even afwassen. Dat is ook wel heel belangrijk natuurlijk. En dan deze gewoon opruimen, vaat opruimen en dan de volgende afwassen. En dan ga ik even de was aanzetten en dat soort dingen. Dus dan laat ik jullie thuis zien met een foto hoe het eruit ziet. Tot zo jongens. Yo iedereen, een hele goede morgen. Welkom bij deze nieuwe video. Vlog, video. Ik ga ook een video opnemen. En ik ga het dus ook even bij mijn echte moeder. Ik heb de boel al helemaal opgeruimd. En we gaan eten vandaag macaroni. Want mijn vader wilde dat heel graag eten. Ik heb de spullen al gehaald. Hij zei van het hoeft toch allemaal niet. Ja, dat vind ik wel belangrijk. Want dan kan je dat gewoon. Dan kan je dat gewoon doen. Kan je dat gewoon neerzetten en gewoon. Ja, gewoon, gewoon klaarzetten wat je moet doen. Zoals jullie zien, ik heb mijn haartjes lekker geschoren. Dat is helemaal weg. Ik ga kijken of ik hem kan neerzetten voor jullie. Dan zit ik graag wel binnen. Ja. Even mijn telefoon jongens. Ik ga ook even mijn moeder bellen. Op de video. Ze hebben zo leuk om even te doen. Ik ga even. Ja, zo. Ik ga eventjes de dingen pakken die ik eigenlijk wil pakken. Volgens mij had ik die al gepakt eigenlijk, maar ik weet even niet meer waar die pan ook staat. Maar goed, ik pak niet uit waar je pan. Dat is eigenlijk het duurste van de zoveel die ik heb gekocht. En ik heb groen gehakt. Het was een korting, dus het is goed tot vandaag. Nou ja, eerder dat ze het dan gaan maken, is het ook een korting en tot vandaag. We gaan beginnen jongens. Ik ga eventjes de spullen pakken en moet doen. En deze spatel. Hier zit nog niks in. Een diepe pan. Ik ga het even opleggen.
even kijken. We gaan beginnen met schat. In principe hoeft er geen boter bij. Het is namelijk een gemengd schat. En ik word ook een beetje klaar van mij. Ik heb een video. Ja, daar moeten we zin in hebben en niet vergeten zijn. Zo heb ik nu wel heel veel tijd, dus ik ga beginnen met de kookvideo. Dit gaat wel achter, ik doe er wel een klein beetje. Wat zou ik zeggen? Olie bij, want dit is warm met knoflook. Zo, en dan is het een beetje hoog.